Jonas Auweiler, ja, waar moeten we vanavond beginnen? Ja, uiteindelijk is het voor mij een teleurstellende gelijkspel. Ik ben natuurlijk blij over die 3 doelpunten. Het gebeurt niet heel vaak, zeg maar. Maar uiteindelijk is het belangrijk hoeveel punten wij meenemen. En vandaag is het alleen eentje weer. Als we dan kijken naar het eerste uur wat je speelt, kom je redelijk eenvoudig eigenlijk op 3-1 achter. Ja. Is het op dat moment misschien juist dat je nu 4-4 speelt mooi meegenomen? Of uiteindelijk met die 4-3 voorsprong toch teleurstellend? Ja, natuurlijk is het geen slecht resultaat. Je krijgt gewoon weer te veel tegendoelpunten. Maar natuurlijk, als je ziet dat wij 3-1 na 60 minuten 3-1 op achterstand staan. Uiteindelijk 4-3 voor staan. Daar wil je eigenlijk die 3 punten meenemen. Hè? Maar ik vind het daarom heel teleurstellend dat wij uiteindelijk toch weer gelijk spelen. Omdat wij vechten ons terug. Wij komen op voorsprong, zeg maar, 4-3. En uiteindelijk speel je 4-4. Dat is heel teleurstellend. Maar als je kijkt naar het spel op het veld, was die 3-1 eigenlijk niet representatief, toch? Nee. Ik vind ook dat wij na een minuutje of 20 dat wij redelijk goed in de wedstrijd zaten. Dat wij goed posities bij hadden, ook kansen creëerden. Maar wij verdedigen dan als team soms te slordig. Of we zijn ook aan de bal te slordig. Dat wij te snel de bal verliezen naar balwinst. Zo krijg je makkelijk 3 doelpunten tegen, waar ik ook fouten maak bij de corners tegen. Uiteindelijk vechten wij ons weer terug. Komen op voorsprong, 4-3, nog 10 minuten te spelen of zo, ik weet het niet. En uiteindelijk krijg je kort voor slot weer gelijk maken. En dat is, jammer. Al met al tegen de nummer. Toen we hier naartoe kwamen, nog de nummer 2, inmiddels niet meer. Ja. 4-4 is op zich een prima resultaat, toch? Ja, uiteindelijk, als je ziet waar wij staan en waar hun staan, moet je zeggen dat het een goed resultaat is. Maar als je weer ziet hoe wij spelen en dat wij ook op voorsprong komen en dat wij ook, vind ik, in fases veel beter spelen dan hun, dan moet je eigenlijk de 3 punten meenemen. Maar dat lukt ons helaas niet. En uiteindelijk speel je 4-4. Je kan op een gegeven moment je kan tevreden zijn, omdat wij 3-1 achter stonden. Aan de andere kant moet je ook teleurgesteld zijn dat wij de 3 punten niet pakten. Dat is, In ieder geval met een lekkerder gevoel de bus in dan na de eerste 60 minuten, zeg maar zeggen. Ja, 100%. Je moet weer de positieve dingen meenemen. Dat wij gewoon als team. Dat wij veerkracht getoond hebben. Ja, veerkracht, maar ook mentaal gewoon dat wij weer terugkomen. Dat wij van een achterstand weer terugkomen. Dat wij op voorsprong komen. Knokken om die 3 punten te pakken. Dat moeten wij meenemen naar de volgende wedstrijd. En positief blijven. Eén klein dingetje nog. We staan hier nu na de wedstrijd. Zijn we meestal wel gewend dat het stadion dan leeg is. Hoe was het om ineens weer in een leeg stadion te moeten spelen? Ja, is nooit leuk. Ik ben ook iemand die ook een beetje, ik heb dat misschien ook een beetje nodig om een beetje het gevoel te krijgen dat het echt een competitiewedstrijd is. Het is natuurlijk heel jammer dat wij nu weer in een leeg stadion spelen. Dankjewel. Kijk, die hebben we in ieder geval geregeld. Ja, dankjewel. daarom is het natuurlijk ook teleurstellend voor ons dat wij weer in een leeg stadion moeten spelen. Uiteindelijk moeten wij het gewoon doen. Wij moeten gewoon spelen, wij moeten gas geven en alsnog proberen de 3 punten te pakken. Ja. Top, dankjewel. Alsjeblieft, fijne avond.